dat soort type spelers. Maar had cijfer jij... op het goalscoren. Maar had Makai eigenlijk er nog bij gehoord? Nou, Hans die moet alle eer hebben. Die weet waarom Makai er niet bij zit. Die heeft ooit geweigerd om op de tribune te gaan zitten. En Hans die was daarvan op de hoogte. Ik zeg niks. Je zegt niks. Nou, nee, we hebben keurig beloofd dat het niet naar buiten zou komen. Dus... Dat vind ik ook. Ja, maar hij vindt mij onbetrouwbaar, dus dan kan ik het wel vertellen. Van Basten? Ja. Ik zou het niet vertellen. Jawel, ik vertel het wel. Ik vind het slecht als je dat gaat vertellen. Nou, ik heb het 3 weken geleden zal al geschreven. Zal ik het vertellen dan? Ja. Nou ja, je moet vertellen, maar ik zit hier aan tafel. Nou, nee, ik zit hier aan tafel met Johan en met Van Basten. Toen in de reclame heb ik tegen Van Basten gezegd, mag ik het verhaal vertellen van Makai? Hij zegt, nou, ik zou dat zeer waarderen als dat niet gebeurt. En nou, dan vind ik ook dat je dat nee, moet... Dat ben ik met je eens. Ja, ik vind dat je dat niet moet vertellen. Ik weet het ook toevallig, maar ik zat er niet aan tafel van, maar ik... Dus er is niks gebeurd? Ja, hier hebben we allemaal niks aan. Maar Van Basten, die heeft hem op een gegeven moment naar de tribune verwezen. En daar vond hij zichzelf te goed voor. Toen hebben ze maar gezegd dat hij geblesseerd was. Maar toen dat gebeurd was, dan kon je er donder op zeggen dat Van Basten hem niet meenam naar Duitsland. Want dat soort incidenten wil hij natuurlijk niet tijdens de WK hebben. Zo, dan heb je het toch verteld. Nou, ik vind het niet goed dat je het vertelt, Johan. Dat meen ik echt. Want ja, maar wat jij vindt, vind ik niet zo interessant. Nee, maar ik bedoel, ja, maar goed. Maar ik vind wel dat je... Ja, ik vind dit slecht. Ik heb het 3 weken geleden geschreven. Waarom zou ik het nou niet vertellen? Dat is toch hypocriet? Ja, maar jij zat er toch bij dat hij gewoon 1 keer vraagt van... hou dat alsjeblieft binnen de kamers. Hij zegt niet, zo moeilijk is Van Basten niet, vind ik. Omdat het om Van Basten gaat, moet het binnen de kamers blijven? Wat is dit van lulkoek? Nou ja, goed, ik bedoel, ik had hier gewoon met... Jij hebt het toch niet verteld? Ik had hier heel trots kunnen zeggen van, ik heb... Ik geef je ook alle credits niet. Ik vind het gewoon jammer dat je het vertelt. Die wil die nu niet hebben. Nee. Maar jij hebt het ook niet verteld. Nee, Mike, ja. Maar ja, goed, jij had het verhaal ook al gehoord. En dan sluiten we daarmee mee af. Ik vind het ook niet belangrijk. Nee, oké, maar ja, maar kijk, het gaat me te ver, omdat het om meneer Van Basten gaat, om de waarheid niet te vertellen. Dat is uit. Had hij wel meegemoeten? Nou, ik vind het feit als een speler weigert om op de tribune te gaan zitten, dan zou ik wel 2 keer nadenken voor ik hem meeneem naar een WK. Want dat kan er daar ook voorkomen. En dat soort incidenten heb je niks aan tijdens een WK. Dat geeft een hoop onrust.